Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben op kantoor. En morgen gaat Olivia haar verjaardag vieren op de crèche. Dus wij moeten vandaag de tractaties gaan maken. Dus ik zit even op Google te kijken wat we gaan maken. Kijk, wat zou leuk zijn om te doen? Wij mogen niet echt suiker of zo geven. Dus ik zie heel veel Haribo zakjes en dat soort dingen. Dat mag niet echt op de crèche. Maar dit vind ik best wel leuk. Deze. En dat is ook wel gezond. Alleen wij doen volgens mij ook geen vlees op de crèche. Dus ik weet niet of dat mag. Maar dan kan ik misschien wel vegetarische worst doen. Wat vinden jullie? Zoiets hadden we vorig jaar gedaan. Weten jullie dat nog? Dat had ik gevlogd. Ja. En even denken. Wat is toch meer leuk om te doen? Dit vind ik ook wel schattig. Wel een beetje saai, maar het ziet er wel vrolijk uit. Olivia is met haar verjaardagscadeau aan het spelen. En die hebben we net gehaald op de crèche. 1, 2. Waar gaat je concert plaatsvinden? Waar gaat jouw concert plaatsvinden? Oh, hier. Oké. Mooi. Wat mooi. Goedemorgen, het is... welke dag is het? Het is dinsdagochtend. Nee, woensdag. Oh, woensdagochtend. En we zijn net wakker. Olivia heeft 2 staartjes in. En Olivia gaat zo naar de crèche. En ze gaat tracteren. We gaan tracteren op de crèche vandaag. Olivia. Gaan ze kindjes... Gaan de kindjes zingen voor je? Ja. Hyper de piep doen ze dan? En Sander is alvast begonnen aan de tractatie. We gaan een fruitspiesje maken. Dat had ik gisteren volgens mij al deels laten zien. En Sander is de letter 2 uit de kaas aan het snijden. Dit is een enorme blok. Kijk, deze is een beetje groter dan die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mami! Mami! Hoezo doe je dat? Hoe doe je wat? Zoals vormpje overnemen. Dat is nou, ik heb er gewoon 1 gemaakt en dan maak ik de volgende 3. Zo smart. Als je het met hele jonge kaas doet, dan kan je heel makkelijk dat snijden. Ja? Ja. Maar je hebt oud honderd alles uit elkaar natuurlijk. Wauw, you're so smart. Ja, ik zou er echt niet over nagedacht hebben van tevoren. Nu heb je het helemaal zelf gemaakt, de tractaties. Zo hoort dat ook. Dat de vader dat doet? Nou, dat je dat überhaupt doet. Toch? Ik vind het ook leuk om te doen. Het is een jouw idee. Gaan we lopen naar de crèche of met fiets? Gaan we slapen? Lopen? Ja, hè? We moeten zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh my god, het is 5:30. En ik heb deze hele dag gewoon alleen maar gewerkt. Gewerkt, gewerkt. Tenminste, ook echt saai werk gedaan. En Sander is nu Olivia van de crèche halen. En ik ga vegetarische pasta maken. Ik ben echt gaar. Ik denk dat ik niet zoveel e-mails en werk gedaan heb in heel 2018 als vandaag. Dus ik ben echt brainwashed. En chagrijnig. Want ik moest allemaal irritante e-mails doen. Even kijken. Zo. Dus, nu ga ik mijn pasta maken. Ook voor Olivia en Sander natuurlijk. En Mimi is er ook vanavond. Dus ik ga aubergine snijden, in de oven doen. Ja, dus dat. Zijn er trouwens meer van jullie die HelloFresh nog geprobeerd hebben? Nu weet ik nog wel wat ik kan koken, omdat we net terug zijn van vakantie. Dus dan heb ik nog van die vaste gerechten. Oh.
Olivia's coming home. Nu heb ik al die vaste gerechten nog die ik kan koken, maar op een gegeven moment weet ik het gewoon niet meer. Dus maybe I will try it again. Maar goed, vanavond ga ik in ieder geval pasta maken en daar heb ik heel veel zin in. En ik heb vandaag iets van 3 of 4 koffie op en daardoor heb ik zo intense dorst. En ik heb er vandaag ook weer niet opgemaakt. Dus toch is zo'n jetlag wel altijd echt een aanslag op je lichaam. Hallo? Hallo. 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 Hoe was het? Goed. Ja? Ja. Heb je het leuk gehad? Ja. Superleuk. Olivia vierde vandaag, heb ik al verteld. Die vierde vandaag de verjaardag op de crèche. Was ze blij jullie te zien? Met de vlog ben ik aan het praten. Ah. Was ze blij jullie te zien? Ja, super tof. Ja? Ja. Hadden we het met Haspia gehad over wanneer Olivia een zusje of een broertje krijgt. Ja, wat vond Haspia? Nee, toen ben ik heel erg in therapie geweest. Bij de kinderjuf. Oké. Dus dat was heel goed. En weet je nu wanneer Olivia een broertje of zusje krijgt? I guess 9 months from now. Wat zei Haspia dan? Nee, het was gewoon leuk. Nou ja, ik bedoel, kijk, wij gaan het, en daar werd ik ook over de dynamiek tussen Olivia en Bibi. En dat die zo tof is. En als er dan een kindje bij komt, dan ben ik zo bang van, oké, omdat het nu zo goed gaat. Van, oké, wat doet dat dan weer, weet je wel? Ja, snap ik wel. Oh my god, is er geen zilverfolie? Maar zij zei natuurlijk vooral van, joh, het is alleen maar nog leuker. Dat zei ze heel erg. En zij is heel erg voor. En ze begonnen. Nou ja, de ontwikkeling van Olivia, dat het gewoon heel goed gaat. En, had ze goed geslapen? Ja, daar hebben we het eigenlijk niet over gehad. We hebben alleen maar over dit soort gehad. Over vliegen en over de wedding en over Jamaica. Gezellig? Ja. Oh, Olivia! Dat is uit! Oh no! Dat is uit! Moet die jas uit? Zo. Mama knuffel, ik heb je zo gemist. Daar heb je mij ook gemist. Ik heb jou een eerste leven nog gezien. Oh. Oké, ga je aan. Dag Sander, we gaan koken. Olie help in de keuken? Olie help in de keuken? Ja. Dus gaan we zo samen roeren? Ja. Hallo Bibi. Hi. Bibi is back in the house. Ik ga het nog 1 keer vragen, je wil echt geen thee. We gaan naar boven en met thee en koffie, koekjes, M&M's en even melk voor Olly pakken. Ik neem deze. Olly drinkt altijd deze melk, oat of deze melk. Deze eigenlijk het meest, maar die is er niet altijd. Dus eigenlijk drinkt ze geen melk, want het is geen melk. Even kijken hoe dit gaat doen. Ja, het is echt lekker. Ik hou niet van melk. En we gaan, nee, ik hou niet zo van melk, maar voor kindjes, nou ik weet eigenlijk niet het goeds voor kinderen. Olly krijgt heel erg uitslag van melk, dus. We do not do it. Oh, iemand heeft nieuwe thee gehaald, wat chill. Ik ga relax thee nemen. Nee, die stinkt. Ik ga sleepy time nemen. Ja, dat ga ik doen. En Bibi is weer naar school geweest deze week. Oh. Bibi heeft een leuke koi necklace om. Heb je je sterren al om gehad? Nee, waar heb jij die gelegd? Volgens mij op je kamer. Ja. Maak ze of op de piano, ik zal hem zo opzoeken. Afgedaan. Ja. En toen had je daar wat af met Olly's verjaardag. Oh ja, klopt. En toen daarna weet ik niet waar die naartoe is gegaan. What happened to it? Kijk, ik ga het je nu laten zien. Wij haten het als de wasbak vies is. Dit is echt too much information. Zo. Maar als je dan kokend water zo overal op doet. En dan met een borstel kan je alles er zo mooi afhalen, zie je? Zo. Nu ben ik echt gewoon van fashion blogger naar huismoeder aan het gaan. Ik ben aangekomen bij Dalkies en ik zie Chanel in de roos die je niet kijkt. En we hebben ons eten, maar we hebben wel besloten dat het niet genoeg is. Dus dit doen we nog maal 3. Ja. Maar het is wel lekker. Heel lekker. Ik vind het lekker. Ik
ben weer thuis van het ontbijt met Talkies. En het was super leuk. En er waren ook leuke mensen die ik. Sommige kende ik wel, sommige niet. En je was even leuk. Weg van mij. En ik was eindelijk even weg van Sander. Toch? En nu gaan we de grote. Ik hoor dus echt letterlijk 48 uur dat ik in jouw space zit. Je zit in mijn space. Hebben jullie ook wel eens met je vriend dat ze in je space zitten? Het is gewoon omdat hij ademt. Ja, maar moet ik ophouden met ademen? Ja. Je bent een beetje een vervelend wijf. Dat ga ik gewoon eerlijk nu toegeven. Ik vind het irritant om te horen dat ik in je space zit. Hebben we zo'n erge ruzie? Nee. We hebben wel geen ruzie. Het stinkt. Oké. Wat ga je doen en waarom heb je twee petten op je hoofd? Ik ben mijn kast aan het opruimen, kijk dan. Nou, kijk hier. We gaan alles opruimen. Alles opruimen. Hier. Oh, dit ziet er wel lekker uit. Toch of niet? Wauw. Hey. You're such a good cleaning lady. En nu is het mijn beurt. En het eerste project wat ik vandaag aanga. Oh ja, voor degene die het allemaal vroegen. Het pak van Olivia's verjaardag is van Sarah. Deze kast. Enorme bende. Ga ik nu opruimen. Dus. Before. En dan laat ik zo after zien. Ik ben ook even pakketjes aan het unboxen. Die binnen zijn gekomen tijdens de vakantie. Deze vond ik zo mooi. Die wilde ik echt even laten zien. Kijk hoe bizar mooi. Dit pakketje is van Armani Privé. Ik heb het nog niet geroken. Ga ik zo even doen. Deze heet Blue Lazuli. Die flesjes zijn ook zo mooi. Niet normaal. En deze heet Blue Turquoise. Niet normaal hoe mooi deze flesjes zijn. Hè? Er is net een pakket binnengekomen van Dior. Voor jou, voor Internationale Vrouwendag. Open het maar. Toch? En het kwam in een hele soort cool shell. Of in zo'n cool box. Dat is wel echt zo tof. Ja, Jacques is awesome. Oh my god. Kijk wel. Oh my god. Dus een floraal boeket dat hulde brengt aan de passie voor bloemen van Christian Dior. En er vormt een bron van inspiratie voor uitzonderlijk Usador macarons. Kijk dan. One is missing. Wie zou dat gedaan hebben? Was die lekker? Welke heb je genomen? Deze. Was jams? Ja, niet normaal. Was het jams in your thumbs? Deze was echt jams in my thumbs. Cool, we gaan hem inpakken. We gaan hem nog een keer unboxen voor Insta Stories. Oké, is goed. You're a hand model today. Hand model. You're like a hand model. En dit is after. Ik heb allemaal boeken en dingen. Dit is mijn sieraden ding van Louis Vuitton. Waar wat oorbelletjes in liggen. De grotere oorbellen. De kleine ga ik ergens anders doen, denk ik. En boekjes. Het is even later, 's avonds. Ik had mijn vlogcamera bij mijn mooie kastje boven laten liggen. En ik was thuis met Olly, die weer eens niet naar bed wilde. En Sander en Bibi zijn naar het Ronnie Flex concert geweest. Maar, wait, this is not the story. Bibi zou met haar vriendinnen van school naar het Ronnie Flex concert gaan. Al heel lang had ze kaartjes gekocht. En we hadden stiekem tegen Monica gezegd, omdat die ook ging van let even op Bibi. Maar ik had als eerste gezien. Ja, Monica had mijn screenshot gestuurd. Van jullie gesprek. Ze heeft Monica gestuurd. I know your little secret. Okay. Anyways. Vandaag had Sander ineens een ingeving. En die dacht ik ga ook naar Sonny Flex. Dus die ging met Monica erheen. Maar die had het niet tegen Bibi gezegd. Maar Bibi had hem daar gespot in Paradiso. Ik vond het zo leuk. Maar wat vonden jullie van het concert? Ja, echt heel goed. Echt heel goed. Ik heb echt wat gemist, hè? Ja, het was echt gek goed. En Bibi ging met Famke Louise op de foto. En ze zei dat ze super aardig was. Ja. Maar luister, en met Maan zou waren. Ja. Maar dus basically, hij begon met een band. En op een gegeven moment werd het trap. Dus zeg maar echt helemaal oldschool DJ-stijl. Vond je zeker leuk. Nou, die overgang was echt heel tof. Op een gegeven moment werd die zaal helemaal gek. Ik dacht echt, ik hoop niet dat Bibi hier voor je staat. Want dat was echt helemaal naar gekte, ja. Maar hoe die uiteindelijk weer verwoof terug naar die band was echt heel knap. En de timing was echt heel goed. En die jongen is super bescheiden. En weet je wel, en hij liet echt heel duidelijk merken van, hey, weet je wel, ik sta hier. Maar ik ben me echt bewust, weet je wel, hoe bijzonder dat is. En ja, dat zie je niet vaak. Dat is echt, dat was echt diep onder de indruk. Ik moest op huilen en zo. Zo zielig.
Ja, nee, ik denk dat die doet echt, hij leeft echt muziek. Echt heel tof. Concertreview. Ja. En mijn mascara. Ja, want ik dacht al, het is 11 uur, jij moet naar school morgen. Sterker nog, ze heeft morgen een Nederlands toets. Bibi, wanneer is het Pasen? Wanneer is het paasweekend? We gaan het tweede weekend van april naar Disney, hè? Met Olly en Sander, ja. Is dat als wij terugkomen uit LA? Nee, is voordat wij naar LA gaan. Oh, echt? Oh, toch. Ja. Vader gaat rijden. Ja, met een BMW. We gaan slapen in het hotel ook. Echt? Ja. Oh, leuk. Op een kamer voor 4 personen. Met z'n allen op één kamer. Oh, dat wordt echt gezellig. Oké, okay, jongens, ik ga voor vandaag de vlog afsluiten. Ik ga morgenochtend Olly filmen. Nee, niet de vlog afsluiten. Ja, nee, niet de vlog, het algemeen afsluiten. Doei, Bibi, wel trusten. Doei. Doei, schat, schat, schat. Bibi, zullen we morgenavond de Kardashians marathon kijken? Ja. Want papa is er niet. Papa. Volgens mij heb ik in deze vlog gewoon echt zoveel gefilmd. Waarom? Gewoon troep, dat ik met iedereen aan het praten ben in huis. Die camera heeft echt te vaak aangestaan. Maar ik heb het gevoel dat ik te weinig Olly heb gefilmd. Dus morgen zal ik eventjes onze grote vriendin en jullie grote vriendin Olivia laten zien. Ik las laatst comments. En dat is elke keer als jij zegt van ik heb al veel te lang gevlogd. Dan schreeuwt echt iedereen die vlogs kijkt van je hebt hem aan. Volgens mij is deze vlog oprecht 30 minuten. Ik vind dat zelf niet lekker kijken. Ik vind 20 minuten goed. Max 20. Ja, snap ik wel. En ik heb deze week ook 3 vlogs gehad. Ja. Anders hebben mensen een overkill. Een Queen of Jetlags Kleinenburgs overkill. Ik heb kriebelhoest en ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen. Gaan we boter met pindakaas eten? Mmm. Goed zo. Ik heb Olly naar de crash gebracht en wij gaan sporten weer. Dus we zijn met Desiree, onze trainer. Kom nou. En knallen. Wat gaan we doen? Knallen. Oké, okay, let's go. Hey guys, heb ik al vandaag gevlogd? Ik weet het niet meer. Het is nu nog voor vrijdagmiddag en ik ben met Bibi en Sander naar het Van Gogh Museum. En we gaan nu naar het Stedelijk. Dus schat, wil je lekker vloggen? Ja, we doen een Speed Museum daten. Wat vind je ervan? Wat vind je van Speed Museum daten? Superleuk. Superleuk. Dan mogen we precies 1 minuut naar het schilderij kijken en dan vanavond moeten we allemaal opnoemen wat we gezien hebben. Sunflowers. Wat heb je nog meer gezien? Die man. De oogst. Die man, zei je dat nou? Die man. Welke man? Vincent misschien. Dat is een andere man. Oh, die met dat blauw, dat was een heel mooi schilderij. Maar die was niet van Vincent, dat was van... Wat vinden jullie van mijn haar? Een Chinese. Wat vind je van mijn kapsel? Nee, een Chinese kapsel. Want die 2 pukkeltjes boven je hoofd? Ja, een beetje Laila. Oké, wij zijn Sander en Olivia en ik vind ze het niet te rennen. Waar zijn ze? Daar. Rennen jullie mee? Rennen Nee. Ik ook niet. Kijken? Wil je Peter Pan kijken? Ja. Zullen we dat straks boven doen? Ik naar boven. Wil je nu naar boven? Bibi, wil je ook Peter Pan kijken? Ja hoor. En als dan Olly slaat, gaan Bibi en ik Keeping Up with the Kardashians kijken. Mama! Moet ik hem pakken? Oh, wauw. En we hebben pizza gegeten, hè? Was lekker de pizza? En dit is Olly's nieuwe paard. Daar kan jullie ook op, dat is ook heel leuk. Zal ik er eens op gaan? Dit heb jij vaker zeker gedaan. Olly aan de kant. Olly op, papa. Dag Olly. Olly op, ja, maar Olly kan zo goed erop, dat is echt niet normaal. Oké, let's go. Hop. Hop, hop. Olly en mama in galop over hekken zo heen. Met die twee ook. Twee!
Links of rechts? Nee. Je twee? Oh. We doen die foto, die Instagram-foto uit je meekanaal. Ja, echt. Die babonnen. Ik kan hem niet sturen. Nou, kan ze wel. Nee, deze dat. Ik ga trouwens ook de vlog afsluiten voor vandaag. Alvast heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet te subscriben als jullie onze video's leuk vinden. Ja, dat zit eigenlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En laat even een comment achter. Dat vind ik wel super leuk om te lezen. En dan zie ik jullie zondag weer.